In onze laatste reportage van vanavond tonen we u beelden van een oplichter. Hij maakt een man van 86 bijna 1400 euro afhandig door hem te doen geloven dat hij tegen zijn wagen is gereden. Het slachtoffer moest het geld in een bankautomaat gaan afhalen. En daar is de verdachte ook gefilmd. U kan helpen om hem te identificeren. Aan dit bankkantoor op de Mechelse Steenweg in Wezenbeek-Oppum stopt een wagen op 27 april van vorig jaar om 2:30 middags. Uit de zwarte Peugeot stapt een man van 86. Hij gaat de bank binnen om geld af te halen voor de bestuurder van de wagen. Die is hem op dit ogenblik aan het oplichten, maar de man heeft nog niets in de gaten. Na enkele minuten vindt de bestuurder dat het te lang duurt en hij stapt ook uit. Hij draait zijn sjaal rond zijn hals en zet een zonnebril op, voor hij het kantoor binnengaat. Hij gaat naast zijn slachtoffer staan en overtuigt hem om meer geld af te halen. De twee hebben elkaar een half uur eerder voor het eerst ontmoet, op het kruispunt van de Mechelse Steenweg en de Astridlaan in Wezenbeek-Oppum. De man van 86 was met zijn wagen onderweg naar huis. De bejaarde man staat dan voor het rood licht hier achter ons. En rechts voor hem staat er een auto geparkeerd, deels op het trottoir en deels op de rijbaan. En die lijkt brusk te vertrekken naar zijn auto toe. De man denkt nog van, ik heb die niet geraakt, er is niets gebeurd, dus die rijdt gewoon verder naar huis. Wanneer dat hij bij hem thuis aankomt, merkt hij dat eigenlijk die bestuurder die vlak voor hem zo brusk was vertrokken, hem gevolgd is tot thuis en die stapt meteen op hem af. Die zegt dat hij zijn linkerspiegel heeft geraakt en dat hij daarvoor moet betalen. De oplichter begint druk te telefoneren, zogezegd naar de verzekeringsmaatschappij. En enkele minuten later zegt hij van ja, kijk, je hebt een franchise van 3.739 euro te betalen. Maar als je mij nu 1400 euro geeft, zullen we het anders zo regelen. De tactiek werkt, want de man beslist om het bedrag meteen te betalen. De oplichter geeft hem een lift naar het dichtstbijzijnde bankkantoor, waar hij eerst 620 euro afhaalt. Dat is zijn daglimiet. Wanneer de oplichter even later bij hem komt staan, doet hij de man met een andere bankkaart nog eens hetzelfde bedrag afhalen. De oplichter gaat eerst buiten en wacht geduldig tot zijn slachtoffer met 1240 euro cash naar buiten komt. In de wagen neemt hij het geld pas in ontvangst. Daar verplicht hij de man ook nog om al het geld uit zijn portefeuille af te geven, nog eens 30 of 40 euro. Daarna zet hij hem thuis af en verdwijnt hij zo snel mogelijk. Op dat moment heeft het slachtoffer natuurlijk door dat het helemaal niet correct is verlopen en dat hij slachtoffer is geworden van oplichting. Dat is natuurlijk de tactiek van de verdachte in kwestie. Ze zoeken bejaarde mensen voornamelijk, die in eerste instantie alleen op de baan zijn. Ze intimideren die door een heel verhaal te verzinnen, door heel druk te doen en eigenlijk die mensen niet de tijd te laten van eigenlijk gewoon na te denken en hun gezond verstand te gebruiken. Van de oplichter is sindsdien geen spoor meer, maar op de bewakingsbeelden is hij goed herkenbaar. Het gaat om een man van 40 à 50 jaar oud. Hij heeft een getaande huidskleur, zwart haar en een donkere stoppelbaard. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en sprak Frans met een Zuiders accent tegen zijn slachtoffer. Hij droeg een wit hemd, een jeans en bruine schoenen met opvallende stiksels. De man reed in april van vorig jaar met een zwarte Peugeot 2008, een SUV-model. De auto heeft dakrails en zesspakige velgen. De voorruit was gebarsten. Dat kan misschien zijn opgevallen. En uw tips over de oplichter kan u nu rechtstreeks aan de politie bezorgen via het gekende nummer en e-mailadres. En de speurders vragen ook aan mensen die zelf het slachtoffer zijn geworden van gelijkaardige feiten of die benaderd zijn door deze man om dat ook te melden. Alle informatie kan nuttig zijn om de oplichter te kunnen identificeren.